Hiervan, van... Ja. Het eerste deel dat we zo dadelijk gaan zien zal vooral die herdenking van de Tweede Wereldoorlog centraal staan, 75 jaar geleden. Terwijl, ja, hadden we dat vorig jaar ook al niet gevierd? Vorig jaar hebben we de bevrijding van België gevierd. Het Belgisch grondgebied in september 1944 bevrijd. Maar de strijd is dan nog een tijd verder gegaan tussen de geallieerden en Duitsland. Aan de andere kant de Russen die verder oprukten. En uiteindelijk is op 8 mei 1945 pas een einde gekomen aan de Tweede Wereldoorlog in het Westen. Het zal dan nog tot augustus duren, september van datzelfde jaar, voor met Japan ook het einde van de oorlog wordt bezegeld. Ja, in tussentijd blijft de muziekkapel van de gidsen spelen. De Defensie heeft 3 van die muziekkapellen, maar dat is de oudste. Ja, de muziek stopt. Het is net 1 minuut over 2 geworden. Dat is het moment waarop normaal de koning en de koningin langzaam uit het paleis zouden moeten komen via het erehek. Is dat opmerkelijk? De andere leden van de familie zijn via het Brabanthek gekomen. Ja, er moet nog een onderscheid gemaakt worden tussen het staatshoofd en de andere leden van de koninklijke familie. Ja, de kinderen van de koninklijke familie zien we hier. Ja, de kroonprins Elisabeth loopt voor ons tweede van rechts. Vertel eens, wie hebben we nog allemaal? We hebben Gabriel, die steekt er bovenuit. Hè. Ja, dat is de tweede kind van Mathilde en van Philippe. Die gaat nu naar een privéschool, een Engelse privéschool in Watermaal-Bosvoorde. Dan aan de linkerkant heb je dan Eleonore, de jongste. Ja, de jongste. En dan aan deze kant van het beeld zien we prins Emmanuel. Ja, blijft natuurlijk een mooi zicht, maar ook toch wel wat vreemd, hè, om ook die kinderen met mondkapjes aan te zien. Het zijn beelden die toch ja, een stukje geschiedenis schrijven, ook ongezien. Ja, we zullen deze periode, als we een journaal zien of andere plechtigheden, we zullen onmiddellijk weten wat de datum van de opname was aan het feit dat er mondmaskers overal in het straatbeeld aanwezig waren. Ja, we zien de kroonprinses wandelen op hakken en op die moeilijke kassei. Ik ben er af en toe ook al eens met de fiets over gegaan. Het is toch niet altijd makkelijk. Nee, het wordt bijzonder moeilijk gemaakt voor dames die hoge hakken dragen. Ja, een applaus intussentijd vanuit het publiek. De voorgrond zien we minister van Volksgezondheid Margie de Blok ook, die erbij zit. De kinderen van de koning en de koningin, die nemen intussen plaats. Ja, we weten, de kroonprinses die gaat dan aan de KMS studeren, maar is er al duidelijk wat zij nadien gaat doen? Daar is nog geen uitsluitsel over gegeven, maar men kan veronderstellen dat zij, zoals Philippe zelf, dat zij in het buitenland haar studie zal verder zetten en dat zij haar internationale horizon, waar ze mee begonnen is in Wales, dat ze die verder zal opentrekken en andere continenten of toch andere plaatsen zal leren kennen. Dat voorkomt de moeilijkheid dat men een Belgische universiteit moet kiezen. Want als men er één kiest, kiest men uiteraard de andere niet. En dat is dan een diplomatieke weg om daaruit te geraken. En daar is het koningspaar intussen tijd ook. En die gaan nu ook naar die tribune stappen. Mark, soms wordt wel eens gezegd, le roi, c'est la reine. Dat kan misschien in andere vorstenhuizen geweest zijn, of nog zijn. Maar dat geldt toch niet voor het Belgische koningshuis. Nu, Mathilde spreekt een enorm belangrijke rol in het leven van Philippe. Maar hij is koning, zoals ook Boudewijn koning was. Men heeft altijd gezegd, Fabiola heeft enorme invloed op Boudewijn. Maar op cruciale momenten was het de koning die beslissingen nam of die dan toch zijn rol speelde. En ik denk, zij zullen elkaar heel goed aan. Hè. Hij is een beetje ingetogen, een beetje teruggetrokken. Zij is heel extravert, ze vullen elkaar aan. En als ze samen optreden, zijn ze veel sterker dan alleen. Maar dat neemt niet weg dat de koning zelf bewust is van zijn verantwoordelijkheid en dat Mathilde voldoende weet
dat haar rol een rol is naast de koning. Ja. En niet in de plaats van de koning. Ja. Maar ze staat er toch wel. En opnieuw weer met een toch wel bijzonder kleurrijke hoed, hè? Ja, ja. Dat is de traditie van de Belgische mode te promoten, blijkbaar. Dat is een hele, hele goede manier om dat te doen, uiteraard. Het wordt ook in het buitenland bekeken, de reportage. En dus kan een steuntje aan de Belgische modehuizen geen kwaad. Ja. We gaan heel even kijken hoe de koning ook plaatsneemt op het podium. Ze krijgen ook een programma. We weten dat de koning zo dadelijk ook een toespraak gaat houden. Wellicht in de drie landstalen. Het zal een toespraak zijn die vanzelfsprekend zal gaan over dat einde van de Tweede Wereldoorlog. Mm. Maar natuurlijk ook over ja, die coronacrisis. Hè. Hoe kan anders? Dus heel even wachten. De mondkapjes worden afgedaan. Wat we ook de komende... Wat we ook de komende minuten kunnen gaan verwachten is... er is dan geen klassiek defilé met voertuigen. De luchtcomponent gaat toch proberen er een klein stukje luister aan te zetten. Kijken en daar zien we die NH90 grijze Kaiman helikopter is op dit ogenblik aan het overvliegen met een grote Belgische vlag onder. Een Belgische vlag van, als ik het juist heb, ongeveer 6 op 4 meter. Die toestellen zijn opgestegen vanuit de andere kant van het land, vanuit Kokzijde ook. Mm. En zo dadelijk komen er nog 3 patrouilles met F-16 gevechtstoestellen. Blijft een mooi beeld natuurlijk, hè? Die blauwe lucht, die witte wolken. Ik heb het daarnet gezegd, ja, het lijkt wel René Magritte. En dat is de muziekkapel weer. Ja, en daar komen de 3 F-16's die overvliegen. Dat zijn toestellen die zijn opgestegen vanuit Floren. En omdat, Pascal Mertens heeft het daarnet in het journaal al gezegd, omdat ja, mensen vandaag niet naar Brussel konden komen voor die nationale feestdag, gaat proberen Defensie naar de rest van het land te trekken. En we zien 3 keer 3 F-16's. En die zullen alle 3 dan over alle grote steden, provinciesteden van het land verder gaan vliegen. Mm. Om zo toch een beetje ja, het land een stukje te verenigen opnieuw. Ja. Hè? Alles dichter bij elkaar te brengen. Voilà. En nog eens die F-16's. Ik kan je verzekeren, ik heb er ook al een paar keer onder gestaan. Als je op zo'n tribune staat, het is een hels lawaai. Mm-hmm. Ik kan me inspelen. En in de tussentijd blijft de muziekkapel doorspelen. Die F-16's zijn al terug vertrokken. En het zal nu wachten zijn op de toespraak van de koning. Die stapt naar voren. Ja, de koning gaat naar het spreekgestoelte. Meestal zijn dat toespraken die goed voorbereid zijn. Die ook nooit te lang duren. Een paar minuten. We zullen kijken waar hij het over heeft. En traditioneel ook in de drie landstalen. Hè? Ja. Dames en heren, mesdames et messieurs, meine Damen und Herren. Een natie steunt op de wil om samen te leven. Une nation se fonde sur la volonté de vivre ensemble. En vandaag, meer dan ooit, willen we leven, samen. De voorbije maanden hebben we aan den leven ondervonden hoezeer we behoefte hebben aan elkaars nabijheid. De pandemie heeft een hoog aantal slachtoffers gemaakt. Helaas hebben hun naasten vaak geen passend afscheid van hen kunnen nemen. Het is goed dat we ze deze ochtend met het hele land hebben kunnen gedenken. De pandemie is nog lang niet voorbij. Laten we, en ik richt mij in het bijzonder tot de jongeren, uiterst voorzichtig blijven en ons verantwoordelijk blijven gedragen.
Les circonstances font que cette année nous fêtons le 21 juillet. De koning gaat nu door in het Frans en hij zegt: ja, kijk, deze 21ste juli is anders dan de andere. De koning dankt nu die mensen die hebben ingestaan voor... die op de eerste lijn stonden van die coronacrisis. En hij zegt, het gaat daarbij om de zorgverleners. Maar het is ruimer dan de zorgverleners alleen. Het gaat ook om de mensen die hebben ingestaan, de mensen van de veiligheidsdiensten. De mensen die... de zorgverleners, de mensen van de distributie, dat soort dingen. Het gaat ruimer dan de zorgverleners. Nu dankt hij het leger voor zijn inzet. Niet alleen voor deze défilé, maar ook voor zijn inzet tijdens die coronacrisis. 2020 marque une page de notre histoire. Ja, de koning zegt het wordt een historische viering eigenlijk, deze viering van 2020. Aan de ene kant, omdat je natuurlijk die 75ste verjaardag hebt van het einde van de oorlog, van de Tweede Wereldoorlog in Europa. En nu brengt hij hulde aan die bevrijders van 75 jaar geleden. Vandaag gemeen hebben is dat ze alles hebben gegeven, hun leven op het spel hebben gezet, zichzelf hebben overstegen. Zometeen zullen oudstrijders aan jongeren uit de drie regio's van ons land een handvest overhandigen dat symbool staat voor de overdracht van onze waarden van de ene generatie op de andere. Zo bouwen we voort op wat onze ouders ons nalaten. Nous vous saluons tous, vous qui vous êtes mobilisés pour notre fête nationale. Nu gaan we een stukje naar het tweede deel van die toespraak, waarin hij het ook gaat hebben over de kunstenaars. Qui nous avait tant manqué pendant la crise. Daar net ook al over gehad. De kunst heeft voor de koning een heel belangrijke rol gespeeld. Hij dankt die kunstenaars nu, omdat die een belangrijke rol hebben gespeeld. Hij zegt, kijk, jullie hebben ons opgelicht, jullie hebben ons de verschillen aangetoond. Merci à vous tous qui êtes présents ici. Dank de aanwezigen ook daar. Maar ook degene die we straks zullen zien in de verschillende steden. Want, zegt hij, dankzij de technologie gaan we naar al die verschillende plekken kunnen gaan, zodanig dat we eigenlijk toch met het hele land een stukje kunnen vieren. Een fijne nationale feestdag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nationalfeiertag. Je vous souhaite une belle fête nationale. Ja, Mark van de Wijngaard, koningskenner, we hebben die toespraak gehoord. Mij vielen twee dingen op. Eén, hij zei, wij willen leven, samenleven. En hij zei dat niet, hij riep dat bijna heel duidelijk. Aan de andere kant, die oproep aan de jongeren. Jongeren, kijk uit, de pandemie is nog lang niet voorbij. Nee, het is een thema dat hij ook op de radio... Hij heeft kort bij het begin van de coronavirusproblemen een toespraak op de radio en televisie gehouden. En toen al had hij uitdrukkelijk een boodschap voor de jongeren. Tussentijd gaan we kijken naar beelden over die bevrijding. Récupérer la paix. Mais grâce aux Américains, les Anglais, les Alliés, les Polonais, les Canadiens, tout ça, ça a formé une force. Et c'est ça. Quand j'ai entendu que les Américains ont débarqué en Normandie, ils ont tenu le coup. Ils ont tenu le coup. Quelqu'un qui n'a pas vécu ça, il ne se rend pas compte. La joie qu'on peut ressentir. Dus de bevrijding van Zeeland lagen wij in afwachting om de Oosterschelde te vegen. En dat heeft lang geduurd omdat het garnizoen van Dirkzee,
Dat heeft volgehouden tot de allerlaatste dag. En wij lagen gereed in het kanaal van Memeldingen, dat komt uit in een dorpje. En we zijn eraan gekomen een dag tevoren. En dat was één cafeetje met één vat bier. Tegen 11 uur was het al leeg. Ja, het was een dag van de bevrijdingen. We hebben dat gevierd. Met pannenkoeken te bakken voor de dorpskinderen. Voor de veel succes. We waren nog kleine gasten. Die kregen pannenkoeken van ons. Nous étions libérés de tout. Nous commençons une nouvelle vie. Je le dis encore à mes enfants et à mes petits-enfants maintenant, c'est la plus belle année de ma vie. C'est la plus belle année de ma vie. C'était irréel à ce moment-là pour nous. Étant dans un autre âge, les 4 années et demie de guerre, enfin d'occupation qu'on avait subi, qui n'était quand même pas, drôle, parce que vers la fin, on devait tout le temps se cacher. On était toujours susceptible d'être envoyé en Allemagne pour aller travailler. J'insiste qu'il ne faut jamais oublier ce que la résistance et les soldats ont sacrifié leur vie. Il faut les saluer, il ne faut jamais oublier ce qu'ils ont fait. Des centaines de mille jeunes ont sacrifié leur vie. Ja, Mark. Iconische beelden toch natuurlijk, hè? Dat einde van die Tweede Wereldoorlog, die bevrijding, dat feest, nooit vergeten. Nee, het is moeilijk te vergeten. Hè? Het is zo'n samenloop van krachten in de geschiedenis, een confrontatie die uiteindelijk geëindigd is, zowel met de capitulatie van Duitsland en Japan, die het opgenomen hadden tegen de Verenigde Staten en tegen Rusland. En daar voor een lange oorlog niet tegen bestand waren. Een uitputtingsoorlog was niet voor hen gemaakt. Ja, intussen zien we een aantal van die historische voertuigen die gebruikt zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Brigade Piron. Ja, Mark, leg eens uit, wie was die Brigade Piron? We zagen net in het filmpje 2 oudgedienden van Piron. Kapitein Piron heeft in Engeland met gevluchte Belgen, of Belgen die daar aanwezig waren, een brigade opgericht die nadien betrokken is bij de tweede golf van de invasie in Normandië, die verschillende havensteden in Normandië heeft bevrijd en die ook een ereplaats kreeg bij de bevrijding van België in september 1944. Het is nadien zowat de basis geworden van het nieuwe Belgische leger. Nadien is ook die Brigade Piron opgenomen in een groter geheel, een bataljon, het 5e liniebataljon. En dat is nog altijd het bataljon bevrijding dat op die manier herdacht wordt en dat een link legt met de mensen die in 1945, 1944 een heel belangrijke rol hebben gespeeld. Ja, toch opmerkelijk, want als je kijkt naar de boeken die uitkomen, naar de televisieseries over de Tweede Wereldoorlog, zeker over ons eigen land, wordt heel vaak gefocust op die collaboratie. De rol van het verzet, die lijkt een beetje tussen de plooien van de geschiedenis terechtgekomen te zijn. Het heeft natuurlijk voor een deel te maken met in Vlaanderen was er een beperkt aantal verzetstrijders. Als men het verzet in zijn geheel neemt, zat ongeveer 30-35% van de verzetstrijders in Vlaanderen. En de rest was in Brussel en in Franstalig België. Dus in die zin, wanneer we de kinderen van de collaboratie gezien hebben, dan is dat voor heel veel mensen een verrassing, omdat het verzet aan de Vlaamse kant een minder grote rol gespeeld heeft. Niet onbelangrijke rol, maar een minder grote, spectaculaire rol gespeeld heeft dan in Franstalig België. Ja, als je zeker met Vlaamse mensen die deel uitmaken van het verzet daarover spreekt, ja, die laatste getuigen worden natuurlijk zeldzamer. Maar vaak hoor je toch dat die een stukje verbitterd zijn daarover. We zijn voor een deel miskend geworden. Hè. Men heeft misschien onderschat wat zij gedaan hebben. Nu moet toch wel gezegd worden dat voor de geallieerde bevelvoering inlichtingen het belangrijkste waren wat ze konden krijgen. Aanslagen en dergelijke zijn ook belangrijk, maar het is vooral het inlichtingenwerk dat belangrijk is geweest. En bovendien de steun
aan de slachtoffers van de nazi's. Denk u maar steun aan de Joden die moesten onderduiken. Aan andere mensen die op een of andere manier op de zwarte lijst van de nazi's stonden. Ook daar heeft het verzet een belangrijke rol gespeeld. En bij de bevrijding zelf. Het is een dankzij het verzet dat de haven van Antwerpen ongeschonden in handen van de geallieerden is gevallen. Zij wisten waar de Duitsers de haven gedynamiteerd hadden en zijn door een sluikweg te volgen, hebben zij kunnen voorkomen dat heel de haven zou vernietigd geweest zijn. Het zijn maar een paar punten om aan te duiden om te zeggen dat het verzet wel degelijk een belangrijke rol gespeeld heeft. Ja, intussentijd kijken we naar de parade van die historische voertuigen. Ja, daar zaten er toch al eigenlijk een aantal heel mooie voertuigen bij. Als je nu bekijkt, zoveel jaren later, waren soms ook echt gewoon heel sierlijke mooie voertuigen. Ja, nu wordt er meer op de efficiëntie gelet. En toen moest het ook esthetiek waarschijnlijk een beetje voldoen. Wie zal het zeggen? Ja, het gaat vaak om Britse voertuigen, als ik het juist heb. Nu, dat is traditie, hè. Het Belgische leger na de oorlog is op Engelse leest geschooid, omdat precies de brigade Piron een soort van nieuwe basis vormde om het leger verder uit te breiden. Later, bij de deelname de oorlog in Korea, zal er een sterk Amerikaanse invloed in het leger komen. Dat hangt dan samen met toetreding tot de NAVO. En dan worden wij meer in de Amerikaanse richting geduwd. Ja. Voilà, de kleine eerste gepantserde wagens zien we daar. Ja, als je dat vergelijkt met die zware gepantserde wagens van vandaag, een andere orde. En we zien ook de mensen van het Koningshuis, de koning, de koningin, die kijken naar die marcherende soldaten. Veel minder dan vorig jaar, hè? Ja, het zijn maar een paar soldaten die symboliek hoog houden. En ook allemaal marcheren met een mondkapje. Afstand houden. Maar het geeft toch nog op zijn minst een beetje het idee dat er ergens een vorm van een militaire defilé is geweest. Ja, het blijft een militair karakter. Pascal refereerde er daarnet al aan. Je hebt natuurlijk die viersterrengeneraal, de nieuwe stafchef, hè, Michel Hofman. Maar de koning is ook een viersterrengeneraal. Ja, de traditie dat de koning de hoogste rang in het leger draagt. En dat één bevelhebbende officier, de stafchef normaal, dat die dezelfde graad heeft. Ja, maar voor alle duidelijkheid, stel... wat komen mogen ook. Stel dat we op een goede dag via de Duitse laagvlakte zouden gaan, dan zal het niet de koning zijn, maar zal het toch de stafchef zijn die de troepen. Dat is de regel sinds 1949. Toen heeft men bij het toetreden tot de NAVO gezegd, het kan niet dat onze koning ondergeschikt zou zijn aan een bevelvoerende Amerikaanse opperofficier. Ja. Men dacht ook terug aan 1940, toen Leopold III niet kon kiezen tussen een opperbevelhebberschap en zijn functie als staatshoofd. En dat wou men in de toekomst voorkomen. In de tussentijd gaan we even luisteren naar Vera Lynn, We'll Meet Again. Prachtig. Piron. En die gaan nu met een charter, want er gaat een overhandiging zijn van eigenlijk die oud-strijders naar de nieuwste generatie, naar de jeugd. Hè? Mark, vertel eens. Ja. De bedoeling is dat de jongeren zouden indachtig zijn waarvoor de oud-strijders gestreden hebben en waar ze zich ingezet hebben. Het zal een ceremonie zijn in de drie talen. We gaan heel even luisteren. De oud-strijders zullen die jongeren toespreken. En die zullen hen vragen, blijvend, dat einde van die Tweede Wereldoorlog
te herdenken. Het is een gebruik dat een paar jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen op vraag van de koning. Er wordt nu naar voren gestapt. Het was op vraag van de koning, want die zei... Ik nodig jullie uit om de herinnering levend te houden aan zij die een leven gaven voor onze vrijheid. Koester in eer steeds de gedenkplaatsen die aan hen zijn opgedragen. Dat beloven wij plechtig. En nu gaat het door in de drie landstalen. Ja, Mark, dit is iets waar de koning zelf persoonlijk erg heeft aangehouden dat dit kan plaatsvinden. Ja. Nu, het is belangrijk ook dat een nieuwe generatie die minder verbonden is met het leger, omdat er geen legerdienst meer is, dat die toch herinnerd wordt op die manier aan het feit dat een aantal mensen voor België gevochten hebben of voor de vrijheid gevochten hebben en dat zij diezelfde boodschap moeten verder dragen. Ja, want dit soort ceremonies kan je ook niet... Ja, het wordt elk jaar moeilijker. Hè? Binnen 10 jaar zullen de meeste van die mensen er wellicht ook niet meer zijn. Nee, dan zal het de taak van de veteranen zijn, van de mensen die na de Tweede Wereldoorlog in Belgische missies betrokken zijn, die kunnen dan diezelfde traditie waarschijnlijk verder zetten. Voilà. Het is letterlijk het overgeven van dat charter van die oudstrijders naar die jongere generatie. Ja, letterlijk met een blad papier, een charter, dat wordt overgegeven. We gaan nog eens luisteren naar de derde landstaal. Ich bitte Sie, die Geschichte unseres Landes lebend zu halten. Das versprechen wir. Ja, dat is toch een stuk de jeugd die daar de geschiedenis in de ogen kijkt. Ja, inderdaad. En die belooft dat men die geschiedenis ook zal respecteren en de waarden die zij hebben in hun hart gedragen, dat zij die ook zullen verder dragen aan hun kinderen en aan de volgende generaties. Ja. Maar blijf natuurlijk, ja, je hebt nu nog die laatste getuigen die verhalen kunnen doorvertellen. Intussen tijd ook een applaus die vaker die verhalen verteld hebben aan hun kinderen, aan hun kleinkinderen. Maar ook daar komt een eind aan. Hè. De mensen van het koor Scala zitten intussen klaar voor een stuk muziek ook. Die gaan een Brits nummer spelen, Heroes, van David Bowie. Maar intussen tijd nog eens een laatste blik kijk op die oudstrijders. Een groet naar de koning en terug. Een applaus van de koning ook. Zwaaien ook even. Je ziet een aantal van die mensen, kent hij ook, heeft hij vroeger al gezien, gegroet. Zij stappen nu weg. En zo dadelijk zal het aan Scala zijn. Gaan we naar een tweede deel van het programma, wat meer gericht zal zijn naar die andere helden. Hè? Die helden die op de eerste lijn hebben gestaan in die strijd tegen dat coronavirus. Vandaar ook het nummer van Scala, Heroes, hè? Helden. Het spreekt voor zich. En het maakt dan eigenlijk misschien meteen ook een stukje de brug naar die helden die we nu zien. Hè? Die bevrijders van de Tweede Wereldoorlog. En dan, ja, kijk, die mensen die het vandaag hebben gedaan, de voorbije 6 maanden. Nog heel even een groet. En opnieuw het Paleizenplein. Met die mooie lucht. En wachten heel even op Scala. Like dolphins, like dolphins.
Wat een prachtige uitvoering van een prachtig nummer, ook van David Bowie. We gaan nu naar België, want we krijgen een filmpje van de eigenzinnig fenomenale campagne van België. Een campagne vanuit de kanselarij van de eerste minister. Het is een campagne die eigenlijk nu in deze moeilijke periode een stuk het eigen land, een stuk in de picture wil zetten. Wallonië, maar kijk, nu springen we naar Leuven, de oude universiteitsstad. Geeft meteen ook een voorsmaakje van wat we zo dadelijk gaan zien. We gaan naar 5 verschillende steden gaan. We gaan straks beginnen in Oostende. We zijn vertrokken op dit ogenblik vanuit de Ardennen, helemaal vanuit het oosten in het land. We zijn nu langzaam naar het westen aan gaan, Gent intussentijd, om dan straks in Oostende toe te komen. We gaan dan een muzikaal programma krijgen met verschillende van die Belgische artiesten. Let op, er gaan ook heel wat jonge artiesten bij zitten, opmerkelijk. Leuke namen ook. En die gaan allemaal nummers brengen die te maken hebben met die coronacrisis. Bruggen intussentijd, we komen steeds dichter bij de kust. En het zal elke keer op heel mooie locaties zijn. Locaties die ook heel mooi uitgezocht zijn. Tussentijd zijn we helemaal in het westen aan de kust uitgekomen. Oostende, de Westerpier. Ja. Prachtige beelden intussentijd van die kust. En zo dadelijk gaan we naar Ozaak Henry, die van op die Westerpier een nummer zal brengen. Prachtige beelden van België. En we gaan nu naar Oostende op die Westerpier, waar Ozaak Henry gaat spelen. For every sin there's a saint. For every fish a different bait. Please stand here and tell your name. Fate is sealed, the soft of the day. You were only getting started. You were hardly on your way. Not to end up broken hearted. Not to tame a hurricane. Don't think pain. Don't think. We'll meet again.
Ozaak Henry was dat in Oostende. Met een, ja, toch wel een prachtige uitvoering. Mooie setting ook. En in de tussentijd gaan we eens kijken naar een van die, ja, beelden die we veel en vaak gezien hebben de voorbije maanden. Beelden van lege straten hebben we heel vaak gezien. Ja, tijdens die coronacrisis op een bepaald moment, ja, moest iedereen in zijn kot blijven. Hebben we gedaan. Intussen is er hier ook Cathy Allaert bij komen zitten van de nieuwsdienst. Ja, je was een beetje het gezicht bij ons natuurlijk van die coronacrisis, hè? Ja. Willen snillens een heel klein beetje toch. En als ik terugkijk naar die beelden hebben we zo vaak gezien. Het zijn beelden die indringend zijn en dat blijven. Vooral dat gevoel van leegte dat er was overal. Ik heb het ook vaak zelf ervaren toen ik van het werk terug naar huis reed. Die lockdown, zeker die eerste weken, toen er nog veel angst was, ook bij de mensen om buiten te komen. Dat gevoel van, waar is iedereen? Ja. Intussen gaan we naar Daan, de muzikant Daan. Die staat in Wallonië, in Dinant, als ik het juist heb. En die gaat een nummer spelen, Victory. En die gaat uitleggen waarom. Periode très défiante. Victory. Victory for you and me, and from God.
we'll make his three. Daan was dat, hè, met het nummer Victory. Ja, een naam die voor zich spreekt. Hè. Kunnen we allemaal wel eens gebruiken, zei Daan. Daarom wilde hij dit nummer spelen. Intussen zien we beelden van Defensie die toch wel een belangrijke rol heeft gespeeld ook tijdens die coronacrisis. Cathy Allaert, moest dat eigenlijk, dat het leger er echt bij moest? Het was een vrij grote rol, maar vooral een stille rol toch wel. Want het begon eigenlijk al met de terugkeer van de Belgen uit Wuhan. Dat is intussen geleden van begin februari. Mensen die daar mogelijk besmet waren, die dan zijn opgevangen in het militair hospitaal in Neder-Overheenbeek. Die daar 2 weken ook volledig geïsoleerd zijn geweest, in quarantaine zijn geweest. Daarna de rol van Defensie bij de verspreiding van mondmaskers. De logistieke steun, dat is wat we hier nu zien in woonzorgcentra, de ondersteuning van de mensen in de woonzorgcentra, waar het fout liep. En dat was dan vooral in een aantal woonzorgcentra in de buurt van Brussel. En niet in het minst zeker het feit dat patiënten op intensieve zorg in een aantal ziekenhuizen in Limburg, dat die met ziekenwagens van Defensie naar andere ziekenhuizen in het land zijn gebracht, omdat die ziekenhuizen in Limburg overvol dreigden te geraken. En intussen zijn we terug in Brussel, waar Adamo gaat spelen. Tiens, un oiseau qui chante. Tiens, un enfant qui joue. Une fleur qui s'invente, un printemps pour deux sous. Tiens, un soleil qui brille, d'où sort-il celui-là? Des gens qui me sourient, ça existe tout ça. J'avais oublié que les roses sont roses. J'avais oublié que les bleus sont bleus. J'avais oublié tant de belles choses. J'avais oublié où avais-je les yeux. J'avais oublié que les roses sont roses. J'avais oublié que les bleus sont bleus. J'avais oublié tant de belles choses. J'avais oublié où avais-je les yeux. Avec nous s'il vous plaît. Là. Sans toi, toi qui n'es plus qu'une ombre, dans le ciel bien trop bleu, enfin je suis du nombre des imbéciles. Was bijna vergeten dat de rozen zo rood zijn, en de korven steeds groter blauw. Ik was bijna vergeten dat het leven kan mooi zijn. Maar ik was niet vergeten dat ik van je hou. La. La 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 la
Merci beaucoup. Dank u wel. Bonjour, sire. Bonjour, majesté. Bonjour, les enfants royaux. Bonjour, messieurs, dames. Goedendag, dames en heren. Dat was een beetje hoop, want we hebben een zeer moeilijke tijd doorgegaan. En la fête nationale est aussi une très belle occasion pour que toutes les communautés se rapprochent. Et voilà, donc fêtons-le avec amour, avec tendresse pour tous ceux qui nous entourent. Voilà. Et un grand merci au corps médical, à toute la chaîne des médecins et des soignantes et des soignants qui nous ont permis de garder cet espoir. Merci. Bonne fête nationale à tous et à toutes. Ja, Cathy, Adamo, de tedere tuinier van de liefde werd hij genoemd door die andere grote Belg, Jacques Brel. Toch mooi, hè? Ja, heel mooi. En vooral de manier waarop hij nog eens opnieuw ook die mensen, al die mensen in de zorg heeft bedankt ook, zoals we nu in het filmpje ook zien. Het is een van die beelden toch die zijn, er zijn gekomen al in de eerste weken, die harde weken van de lockdown. Die heel hartverwarmende reacties van mensen ook, die s'avonds een wit laken buiten hingen, die elke dag begonnen muziek te maken. Gewoon als hele dikke dankjewel aan al die mensen in de zorg. Dat was toch heel hartverwarmend, vond ik, als ik er nu terug naar kijk. Die, ja, die solidariteit die er ineens toch kwam. En intussen zitten we in Antwerpen, waar Alice on the Roof staat. Op zo'n speciale dag, van op een van de mooiste dakken in Antwerpen. Ik zal het nummer La Fille sur le Toit brengen. Het is een lied dat ik heel graag heb geschreven. Het betekent dat je in je eigen wereld, in je eigen bubbel, leeft. Even if I fall, even if I fall, you're only seeing one side of my walls. It's not always lovely, but I've learned to always look every while I burn, burn. Water, laying on the water, laying on the water, laying on the, laying on the water, water, laying on the water, laying on the water. Ta-da. Je suis pas la fille des magazines. Moi, je suis la fille sur le toit. La fille au petit pois. Quand sonne minuit, je m'imagine danser dans tes bras, ah, ah, ah. Oh, danser dans tes bras, ouh, ouh, ouh.
Dank je wel. Bedankt. Dames en heren, nu uw applaus graag voor de enige en echte, de stadstroubadour. Faites beaucoup bruit pour le sublime touriste le MC. Al een half leven geleden, maar ga je toch zo snel? Al die souvenirs die we delen, ontgliepen niet meer met elke tel. Zo gaat de tijd na eenmaal. Ik zou het anders willen zien, we begrijpen elkaar. Soms adem ik in het verleden, voel ik twee handen op een buik. Zin ik ons lachen, slapen, eten. En hoe de liefde stilaan insluit. Zo gaat de tijd na eenmaal. We kunnen geen van beide terug. We begrijpen elkaar. Maar toch denk ik eraan. Is het te veel gevraagd? Ik zou er alles voor geven. Nog één keer mee aan. Toch droom ik ervan, dat we samen zijn. Ik zou er alles voor geven, nog één keer meer. Nog één keer meer. Maar zo gaat daar in het leven, een wending die je niet voorziet. Een veilig gevoel afgegeven. Verriet meer kwetsbaar en fragiel, zo gaat die strijd na eenmaal. Geen verlies zonder verdriet, we begrijpen elkaar. Maar toch denk ik eraan, is het te veel gevraagd? Ik zou er alles voor geven, nog één keer mee aan. En toch droom ik ervan. Dat we samen zijn. Ik zou er alles voor geven. Nog één keer mee aan. En ik zou liegen als zeggen dat ik nooit achterom kijk. En toch al blijf ik gaan daar zitten. Nog iets van u in mij. Maar we begrijpen elkaar. We begrijpen elkaar. En toch denk ik eraan, is het te veel gevraagd? Ik zou er alles voor geven, nog één keer mee aan. En toch droom ik ervan, dat we samen zijn. Ik zou er alles voor geven, nog één keer mee aan. Nog één keer mee aan. Toerist, Toerist Le MC en daarvoor Alice on the Roof. Dat is een knipoogje naar haar echte naam Alice Dutoit. In de tussentijd, ja, beelden van al die andere concerten die we de voorbije maanden gezien hebben. Ja, Jeff Neve die een concertje gaf voor de mensen van het UZ Gent. Jeff Neve was natuurlijk niet alleen, want er waren veel artiesten. En ook heel gewone mensen zoals bakkers die taarten bakten. Maar ook de gewone man in de straat die, zoals ik zelf zag in mijn buurt, mensen die om 8 uur 's avonds aan de kerk verzamelden om gewoon elke dag opnieuw, weken op rij, gedurende 10 minuten, een kwartier, een zeer warm applaus te geven, zoals we hier ook zien aan het Militair Hospitaal.
En dat kwam toch, ja, toch als een warme verrassing, die massale, hartverwarmende solidariteit, om te laten voelen aan die helden in de zorg van we steunen jullie en we waarderen heel hard wat jullie allemaal doen. En intussen gaan we naar Luik, naar het station Guimain, waar Henri PFR gaat spelen, jonge DJ, die muziek maakt met allemaal geluidjes van mensen die dat hebben gestuurd tijdens de lockdown. Merci à tous, dankjewel, dankjewel. En big thanks to Rafaela. Happy National Day. Thank you so much, guys. Happy National Belgium Day. And hopefully next time it's in real life. Bye! En nog eens een gelukkige feestdag ook vanuit Engeland toegewenst. Dat was Henri PFR. Nu gaan we naar Selassou in Brussel opnieuw. Ja, Selassou, die beloftevolle solo-artiesten uit Leuven voor wie de coronacrisis toch ook persoonlijk heel zwaar heeft toegeslagen. Haar beide ouders en haar oma waren ziek. Hope a little spark will come our way. Come a little closer. Holding on to you will save my day. You are all I need. Yes, you are all I want.
stay a little longer. All I need is time and your embrace. It's always so much better. Alweer heel erg kwetsbare Céla Sou, die het nummer heeft geschreven voor haar kinderen. Intussen gaan we zo dadelijk kijken naar een aantal werken, een aantal kunstwerken, waarvoor de koning zelf de opdracht heeft gegeven, Cathy. Ja, klopt. En niet toevallig die kunstwereld natuurlijk, want kunstenaars zijn net als de hele cultuursector zijn zwaar getroffen. Vandaar dat de koning het belangrijk vond ook dat zij een deel van hun kunst op straat zouden brengen, dat project opnieuw om mensen samen te brengen. En dan zeker, als we zien, Rinus van de Velde heeft een werk gemaakt. Rinus van de Velde, die we kennen van die houtskooltekeningen, heeft een werk gemaakt voor Brussels Airport in Zaventem. Dat werk symboliseert de veerkracht die we hebben gezien toch wel bij mensen in tijden van COVID en daaraan gekoppeld ook het aspect van de reizen en contacten, de reizen die moeilijker zijn geworden, hoe dan ook toch wel. En dat hele internationale verkeer dat grondig verstoord is. In Antwerpen is Matthias Hoenaerts aan het werk geweest, bekend als acteur natuurlijk, maar ook Zenit is zijn pseudoniem, ja. Brengt muurschilderingen aan en dat heeft hij gedaan in Antwerpen. Intussen gaan we terug naar Brussel, waar Blackwave gaat spelen. Blackwave, wat moet je daarvan onthouden? Heel veel hip-hop en een stukje jazz. What's a man without a dream? What's a man without a queen? Without a TV, how to see? But this wish is in the dream.
this road to fame. I'm close today. Tomorrow I might face the shade. I'm in my own leg. Blow it up like Coltrane. You change your goals from bankrolls to gold chains. From dope rhymes to coke lines. Hey. Double L like you don't know, right? Hey. Double U's like we the left side. West side. If you fuck with us, we be reversed. Better fight it. Style it. Now you wanna dress like me, talk like me. Now you wanna walk with me. Me wildin', city ain't shining, straight diamonds. Suddenly you wanna fuck with me. Nah. Est-ce que l'on peut se goûter l'âme du bout des lèvres avant que cette affaire ne tourne au vinaigre? Murmure, soupir, inaudible, délicate, morsure, volupté, indécible. Dans le duvet des aisselles, faire de ma salive aquarelle, grain de beauté. Constellation disparaît sous ma peau, sueur, traction. Le sang qui bat sur mes tempes, cette lubie a une taille de quête de nymphe. Tu me finis sur les rotules, la bouche en cœur, fais-moi croire que tu capitules. Est-ce que l'on peut se goûter l'âme du bout des lèvres avant que l'on finisse en chant les mêmes? BBL, bébé, BBL, BBL. Black Wave was dat. Hè. Eindelijk een beetje kleur er ook. Hè. Want de man die je zag bijkomen is Balogi. Is een man die in Lubumbashi geboren is. Kennen we ook nog vroeger van die Brusselse rapgroep Staag Vlam. En intussen zitten we terug op dat Paleizenplein. Terug in Brussel. Waar dat muzikale deel zich langzaam aan het afronden is. Zo dadelijk komen er nog enkele officiële liederen. Onder meer die Europese hymne. En die worden gespeeld door ja, die muziekkapel van de gidsen onder leiding van Yves Segers. Ik denk dat we hem hier vooraan links in beeld zien. Nee, toch niet. Dat was hem niet. De dirigent is Yves Segers, muziekkapel. Defensie heeft er drie. Dit is de grootste, de oudste. Die speelt van oudsher. Spelen ook heel vaak op ceremonies. Hij loopt helemaal links nu tegen de tribune. Kan je hem zien lopen, de dirigent Yves Segers. Maar ze gaan zo dadelijk de Europese hymne spelen en nadien gaan ze ook nog de Brabantsonne spelen. En daarbij krijgen ze begeleiding opnieuw van dat heel erg mooie jonge koor Scala. Thank you.
Ja, toch een unieke versie hier van de Brabantson die we gehoord hebben met dat koor Scala. Daarmee beginnen we langzaam aan het einde te komen van dit deel. We verwachten nog dat er een klein stukje muziek komt op dit ogenblik. Blijft hoe dan ook een vreemd zicht, die mensen, al die mensen op die tribune daar toch op een veilige anderhalve meter afstand. Het blijven unieke beelden en ja, toch wel vreemd. Het blijft vreemd. Tussentijd kregen de genodigden nog een laatste aantal boodschappen mee. Die gaan zo dadelijk het Paleizenplein verlaten. Voor ja, wat we toch gezien hebben, een unieke ceremonie, hè, voor die nationale feestdag 21 juli. Zoals we, ja, moeten we zeggen, hopelijk wellicht nooit meer zullen zien. Alhoewel het natuurlijk heel erg mooi was, die beelden. Ja, we zien nu de koning en de koningin die, zoals gevraagd werd aan iedereen bij elke verplaatsing, om het mondmasker op te zetten. Dat was zo gevraagd door de mensen van de GES, om dat op een veilige manier te laten verlopen. Ook de kinderen van de koninklijke familie hebben intussen hun mondmasker op en zullen nu waarschijnlijk de tribune gaan verlaten. Ja, blijven beelden. Als je dit vergelijkt met vorig jaar, hè, die massa mensen die op dit ogenblik meestal staat te zwaaien met die driekleur, met die vlaggetjes. Ik denk dat het ook voor de koninklijke familie toch een heel ander gevoel moet zijn om daar nu te staan, een stukje de leegte, de stilte. Het is ook een ander publiek natuurlijk. We zien hier de minister De Crème, de premier, als ik het goed heb, Patrick De Waal ernaast. Het is iets moeilijker om mensen te herkennen met die mondmaskers. Maar dit jaar ook natuurlijk veel mensen uit de zorg die nu een plaats krijgen op de tribune. En dat zijn dan geen mensen uit de directies, maar echt verpleegkundigen, zorgkundigen, vrachtwagenchauffeurs ook bijvoorbeeld zijn erbij. Er zijn postbodes uitgenodigd dit jaar, zelfs begrafenisondernemers. Want dat zijn de mensen allemaal die ervoor gezorgd hebben dat het land bleef draaien en dat het leven draaglijk bleef, ook al toen dat land voor een groot deel plat lag. Intussen tijd zien we premier Sophie Wilmès daar. Toch wel opmerkelijk, hè? Men heeft er duidelijk voor gekozen om in die grote selectie, normaal heb je ook buitenlandse ambassadeurs die uitgenodigd worden, heb je hoogwaardigheidsbekleders die worden uitgenodigd. En er is duidelijk een keuze gemaakt om bij de weinig beschikbare plaatsen om die te weren en om echt te kiezen voor die mensen van op het veld die het echt gedaan hebben, die op die eerste lijn stonden. Dat is toch echt een keuze? Ja, dat is een heel expliciete keuze en een opmerkelijke ook. We zien het ook in andere landen, is het ook gebeurd in andere Europese landen, dat eerbetoon aan de slachtoffers van de pandemie, maar vooral ook een huldiging van de beroepen die hebben gestreden tegen die pandemie, die hebben gestreden tegen dat virusgeweld en die daarbij op de eerste lijn stonden. Ja, en dan merk je op in periodes als dit, hè, dat het de koning doet wat hij moet doen, hè. Een stuk symboliek, een stuk mensen verbinden in die staat waar het soms politiek een stukje moeilijker gaat, waar hij dan die rol opneemt, hè, als staatshoofd. Ja, hij is ook een paar keer op bezoek gegaan bij mensen, bij projecten ook, die werden opgestart om het makkelijker te maken of om het enigszins leefbaar te houden voor mensen die echt wel getroffen zijn. Daar verwees hij trouwens ook naar in zijn toespraak, zijn 21 juli toespraak, dat de kloof die er al is tussen mensen, mensen die het goed hebben, mensen die het minder goed hebben, dat hij vreest dat die kloof, dat die mogelijk nog groter gaat worden. Nu gaan de koning en de koningin lijken nog een groet te gaan brengen. Ja, de koningin, de koning en de koningin groeten nu een aantal van leden uit de politiek. Sabine Laruelle zien we daar, we zien daar ook Patrick De Waal, voorzitter van het parlement. En dan gaat hij door naar een aantal ministers. Kijk, de kinderen van de koning en de koningin, die sluiten ook netjes aan. Er worden vanzelfsprekend, dat spreekt voor zich vandaag, geen handen meer gegeven, ook geen elleboogjes. Geen elleboogjes, ja. Nee. En opvallend, de leden van de koninklijke familie, zij mogen natuurlijk wel dicht bij elkaar komen.
Dat doen ze ook, want zij vormen één bubbel, zoals dat gaat nu. Ja, de koning spreekt nu met Pieter de Krem, minister van Binnenlandse Zaken. Ook heel lang minister van Defensie geweest, dus die heeft er al heel vaak op die tribune gezeten. Is ook op zijn maat geknipt, dit soort ceremonies. Voor zover ik het kan zien, is dit onze minister van Defensie, Philippe Goffin. Die natuurlijk als minister van Defensie een centrale rol heeft toegekregen vandaag. Het gaat tenslotte om dat militaire defilé. En die andere leden, de koningskinderen intussentijd. Ook bij minister van Binnenlandse Zaken, Pieter de Krem. En de koningin, die ook spreekt. De jongste prins Emmanuel, die ook netjes buigt. Ja, het moet ook voor die kinderen een heel onwerkelijke realiteit zijn nu, zoals het voor ons ook allemaal is geweest en nog altijd voor een stuk is natuurlijk. De koningin, gaan intussen tijd verder. Groeten een aantal van die mensen. Het zal afwachten zijn hoe het heel even doorgaat. Maar je ziet, we hebben dat al eerder gehoord ook van Mark van de Wijngaard in het eerste deel. De koning houdt eraan om toch ook, misschien meer dan zijn voorgangers, om echt direct persoonlijk ook die linken te leggen met al die mensen, ook met zijn ministers in de regering. Mooie beelden intussen, toch unieke beelden, hè, waar je normaal iedereen naast elkaar zou zien staan, zie je nu letterlijk netjes afstand houden. Of je nu minister bent of koning, die regels gelden voor iedereen. Ja, zo is dat in tijden van crisis en zeker in tijden van een gezondheidscrisis zijn de regels voor iedereen dezelfde. En in deze zijn dat de bijna heilige geboden die we intussen kennen. Dat is vooral afstand houden, zo weinig mogelijk dicht contact met mensen, geen handen geven, niezen in de elleboog. Ik ben intussen handen wassen. Ik ben intussen ook wel benieuwd geworden naar, ja, je hebt al die mensen natuurlijk, hè, die gewone mensen die van op die eerste lijn gevochten hebben tegen dat coronavirus, hoe zij dat beleefd zouden hebben. Hè? Want ik denk voor een groot deel van die mensen moet dit toch ook uniek zijn. Hè? Je wordt dan uitgenodigd naar zo'n ceremonie. We zien daar Rudy de Mot, denk ik ook. Die praat op dit ogenblik met de koningin. Elio Di Rupo nu. Die praat met de koning, minister-president intussentijd van Wallonië. Maar natuurlijk ook, we kennen hem als oud-premier. Dus hij heeft ook nog naast de koning gezeten. Maar toen als premier. Dat is natuurlijk België, hè. Met dit soort functies wisselt de man soms wel eens, de kleur. Maar kijk, ze staan er allemaal samen. We hebben het daarnet alles aangeraakt. Geen minister-president uit Vlaanderen, geen Jan Jambon, is er niet bij. En de koninklijke familie wandelt rustig de lijn af. Vraag me af wat de beelden volgend jaar gaan zijn, Cathy Allard, hè? Want nu zitten we nog... Ja, we dachten dat we in een rustige periode zaten, heropflakkeringen, tweede golf... Ja. Wordt het volgend jaar terug zo'n viering? Daar durf ik geen voorspellingen over te doen, uiteraard. De hoop is alleszins dat we tegen volgend jaar dat we van dat virus verlost zijn. Zeker deze tijd. De hoop is dat we tegen die tijd ook dat er mogelijk een vaccin zou kunnen zijn. Dat zou zeer optimistisch zijn, maar die kans bestaat. En laat ons vooral hopen dat we... Ja, dat virus tegen volgend jaar, dat we daar op zijn minst vanaf zijn, toch? Ja, daarnet zagen we heel even prinses Astrid ook. Die is zelf kolonel ook, hè, want de meeste leden van het Koningshuis hebben ook een gedeelde militaire carrière. En zij is verbonden, zij is kolonel bij de medische dienst. Hè. Bij koning Philip weten we, het is een... Viersterrengeneraal, intussen tijd is via de luchtmacht gegaan, is zelf ook nog F-16 piloot geweest, heeft ook nog met die toestellen gevlogen.